De Jakhalse, je grootste tegenstander bij golfen is, dat ben je zelf, dat krijg ik ook altijd te horen. Maar hoe krijg je jezelf onder controle? Er is een nieuwe techniek gevonden om je golfprestaties te verbeteren. En Jakhals Maarten liet zich testen. Ik heb nog nooit gegolfd, maar vandaag ga ik het hier in Nijmegen leren middels een hele speciale techniek, namelijk neurofeedback. Mooi. Ik val meteen met de deur binnen. Wat is neurofeedback? Neurofeedback is een techniek waarbij mensen leren hun hersenactiviteit te trainen om makkelijker in de juiste zone te komen, waardoor ze een grotere kans hebben op succesvolle ballen te slaan. Hersenactiviteit, zone, en die kan je vinden door van die rare noppen op mijn kop te plakken? Dus als ik zoiets doe van... Dan verstoor ik me. Ja, dat zie je dus. Dus dat moet ik zo meteen niet doen. Ik moet dus vooral rustig blijven. Wat we dus proberen te doen is te achterhalen, afhankelijk of het een succesvol of niet succesvol punt is, of hiervoor een bepaalde activiteit verhoogd of verlaagd is. Verhoogd, verlaagd, zolang ik die ballen maar in het putje krijg. Ik heb 80 ballen geslagen, jullie gaan nu aan het rekenen. Hoe lang duurt dat? Dat duurt ongeveer 3 dagen. 3 dagen? Dat geeft mij mooi de gelegenheid om een professionele golfoutfit aan te laten meten. Yo, Martijn. Hoi. En jullie hebben het uitgerekend? Ja, we hebben het uitgerekend. En? We gaan eerst 10 ballen putten om te kijken hoe goed je kunt putten op een bepaalde afstand. Dan gaan we op 10 ballen slaan met feedback. Man. Slechts 3 van de 10. Dus tijd om die computer op mijn kop aan te sluiten. Want volgens Martijn put ik dan zeker 1 tot 2 ballen extra. Zometeen hoor je een gezoem op de achtergrond. En als het geluid wegvalt, dan ben je in de juiste mentale staat. En dan is de bedoeling dat je dan binnen 2 of 3 seconden de bal put. Want dan zit ik in de zone. Ik had het dus gewoon 5. Gast, dat is 2 meer dan net. Ja, gefeliciteerd. Relaxed en door deze gekke dingen op me af. Ja, inderdaad. Had je nou het gevoel dat je in de zone terecht kwam? Ja, dan voelt het zo lekker en dan klopt het ook.